Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat op de 5 grote vliegvelden in Nederland in totaal bijna 463.000 vliegbewegingen zijn geweest. In Eindhoven nam het aantal komende en vertrekkende vliegtuigen in 5 jaar tijd toe tot 20.000. En daarmee is Eindhoven Airport inmiddels het tweede vliegveld van Nederland. Rotterdam De Heek Airport stond jarenlang op die plaats. Achter koploper Schiphol.